Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Het is niet zo goed te zien op de satellietfoto. Maar over het westen van het land drijven wat wolkenvelden. In het oosten is het grotendeels helder, nevel en mist verdwijnen snel en daar wordt het zonnig. In het westen dus wel wat wolken, hier en daar een beetje zon. En die tweedeling die houden we toch wel een flink deel van de dag vast. Waren het niet dat ook in het westen de zon wel beter tevoorschijn komt. Maar het meest zonnige weer dus in het oosten en zuidoosten: daar temperaturen van 25 of 26 graden, in het westen van het land 23 of 24. De wind stelt weinig voor en draait in de loop van de dag via zuid naar zuidoost. Vanavond blijft het nog lang 20 graden, maar uiteindelijk gaan de temperaturen natuurlijk wel omlaag. In de nacht naar een graad of 13 om morgen weer op te lopen naar 24 tot 26 of lokaal zelfs 27 graden. Er is veel ruimte voor de zon. Wolkensluiers trekken in de loop van de dag via het noorden het land uit. En dat zijn de sluierwolken waar de zon ook makkelijk doorheen schijnt. Donderdag een zonnige dag met lokaal 28 of 29 graden. Vrijdag is de temperatuur wat lager, net als zaterdag overigens. En dan doen we het met iets meer wolken, maar de zon schijnt nog altijd en 4 of 25 graden blijft.